We hebben nog wat, wat berichten gekregen naar aanleiding van de live podcast. Um, even kijken, dit is een man, hoe heet hij ook alweer? Volgens mij is het Robert is zijn naam. En hij was er ook bij, samen met zijn dochter en hij had een paar kritische puntjes. Hij vond het namelijk vreselijk warm in de zaal. Waarom werd er niet aan klimaatbeheersing gedaan en de, de ventilatie ontbrak. Hij vond de akoestiek vond hij slecht. Uh, dat, dat voor een concertzaal, zegt hij. En de belichting was waardeloos. Dat is inderdaad wel een hele catalogus. Ja, hè? en hij, was ook, hij zegt ook, ik ben een kwetsbaar persoon. Het was wel schrikken toen ik zag dat er zoveel mensen in de zaal zaten. Ik had een wat grotere zaal graag gezien. Ja, ik moet zeggen dat de sprekers daar niet over gingen. Dus ja, wat hij graag wil is ook een hele grote zaal waar weinig mensen in zitten. Ja. Dat zou wel schelen voor hem. Dat is niet te doen gebruikelijk in het theater. Dat je zegt van jongens, we hebben wel een grote zaal, maar daar mogen niet al te veel mensen in. Sterker nog, we zijn er net vanaf. We zijn net af van de corona-beperkingen natuurlijk. Ja, ik vond de akoestiek ook niet overweldigend goed, moet ik je zeggen. Vooral niet die vragen die uit de zaal werden gesteld. Die kon ik slecht verstaan terwijl ik op het toneel zat. Nee. Ik, ik wil best beterschap beloven, maar nogmaals, beste klager. Wij gaan er niet over. Nee. Ik, had een, ik weet niet of u ook een... Misschien had u een kopietje narratief alleen moeten schrijven. Ik zal wel even kijken. 5 april, dan is er natuurlijk weer een... Ja, drang... precies. Dan kunnen we het zien. Dan kunnen we het even verbeteren. En um, er was ook nog iemand die vroeg zich af... Ja die, oh ja, die vond het ontzettend leuk en uh, die, op een gegeven moment vroeg jij, zijn er mensen met een migratieachtergrond? En toen leek het alsof er niemand zijn uh, hand op stak, maar er was wel één iemand met een migratieachtergrond. Oh, één dezelfde, ja. Op de 625 of wat was het? Ja, ja. 525. Ja, het was wel een beetje, wat dat betreft toch wel een beetje een, een, een uh, select publiek. Ja, wit publiek was het. Het was ja, niet dat, representatief voor onze? Ja, huis. het was in principe wit publiek. Maar ik maak er nog even op de hand dat voor vragen ook bij de, al mensen die zo dol zijn op migranten. Dat is een groot voordeel van de. Het enige voordeel misschien van de migranten uit Oekraïne. Ze zijn wit. Ze zijn hartstikke wit, vaak witter dan wij. En wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat, dat moeten we ze toch fijn vinden hier? Ja, ja. Ja, ja we, zijn, we zijn tegen mensen die maar een kleurtje, toch? Nou, niet iedereen. Bepaalde al niet iedereen, maar, maar invloedrijke politieke figuren moeten daar niets van hebben. Nee. En dan kunnen we in dit geval zeggen, de vlag uit, ze zijn wit. Ja. Maar het viel mij wel ook op, veel jonge mensen in die zaal. Bij, dat, uh, bij die podcast, ja. Dat, wel allemaal man, veel mannen, maar het waren wel relatief jonge Ja, publiek. dat heb ik al hier uitgelegd. Ik trek mannen, gek genoeg. Dat zeggen ze ook altijd bij bibliotheken van... Uh, in normaal gesproken, als er een literaire avondje is, komt 70% vrouwen, 30% mannen. En nu, als ik kom, is het precies omgekeerd. Ja.